Dit is bijzondersportief.nl. In Bijzonder Sportief is er altijd aandacht voor top, maar zeker ook voor de breedte sport. John van Beek raakte op zijn 12e besmet met het motorsportvirus. Niet de wegrace variant, maar hij verkoos de snelheid van de grasbaan. Daarna was motocross eigenlijk gewoon een logische stap in zijn sportcarrière. Ooit deed hij mee als figurant in de film Spetters. Nu stapt hij opnieuw op zijn motorfiets. John van Beek, vroeger een fanaat op motocrossgebied, reed altijd in de top van de klassementen mee. Hoe lang is dat inmiddels alweer geleden? 30 jaar geleden. En 30 jaar geleden, toen, ja, wanneer ben je eigenlijk begonnen met motocross? Ja, toen ik 12 jaar was, toen ging ik rijden voor Jan Bos, die fietsenmaker aan de Wormseweg, op een Gebbekrijdler 50cc. Daar is eigenlijk mee begonnen, toen ik een jaar of 12 was. Dus ik ben nu 51, dus een hele tijd geleden. En wat was de reden dat jij uiteindelijk ging motocrossen? Ja, ik vond het leuk. Ik kwam aardig mee. Bij de eerste drie reed ik vaak. En we reden voor het Bunten-team later met Eddie de Jaren. Ik reed voor Peter van de Bunten en Eddie de Jaren reed voor Betty Bunten, de autosloperij. En ja, dan is het, want zonder sponsoring kan deze sport niet. Uiteindelijk was je 21, toen heb je nog een hele aparte ervaring gehad, hè? Ja, klopt. Ja. Ik heb een Spetters meegedaan in 1980. Daar ga ik vijfde in de film. En dat was een halle en het waren 5 dagen opname. En dat was leuk om mee te maken. Was jij de enige Apeldoorner die daar meedeed? Nee, er waren meerdere. Er was namelijk Albert Ensing, die reed met startnummer 7. En Jan Ensing van de autobedrijf, die reed met startnummer 20. En ik reed zelf met startnummer 84. En ik reed vijfde in de film met de Spetters. En ja, die film is natuurlijk een groot kastsucces geworden met onder andere René Sauterdijk, Jeroen Krabbé, Maarten Spanje natuurlijk. Hoe was die ervaring met die mensen? Heb je daar ook toen contact mee gehad of niet? Je praatte verder niet met die acteurs of zo. Waren wel de beroemde acteurs, net wat je al zei, Jeroen Krabbé deed erin mee, Maarten Spanje en meer. Ben je 51, wat bezielt je in de vrede om weer op zo'n ding te kruipen? Ja, ik heb helemaal weer de kriebels. Ik heb gewoon zin om weer even te vlammen. Die jongens gaan erg hard. Maar ik heb gewoon zin om weer lekker te gaan crossen. Vooropleid, is er in die seniorenklasse, recreantenklasse, zijn er ook wedstrijden voor of is het echt puur lekker toeren? Nee, er zijn echt wedstrijden voor. Afgelopen woensdag 16-6 was Ermelo. Was een avondcross. Daar ben ik ook bij geweest. Wezen kijken dan. Was leuk om te zien weer. En het ging helemaal weer opbloeien. Ik had er helemaal zin in om lekker weer te gaan vlammen, zeg maar. Wanneer ga jij je eerste wedstrijd rijden? Als het goed is volgende week ga ik weer proberen. Als alles gaat lukken. Ik wens je heel veel succes met je hobby. Oké, dankjewel. Dit is bijzondersportief.nl.